Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Leuke setting wel om de vlog te beginnen. Zoals je ziet regent het en zit ik in de auto. Maar het regent nu wel iets minder dan daarnet gelukkig, want anders dan hoorde je me denk ik niet. Maar ik ben nu bij mijn oma thuis. En ik ga daar dingen voor school doen, want er zijn nu niemand. Dus dan denk ik dat dat iets beter gaat. Nou ja, iets beter. Dat hoop ik. En dat ik dan gewoon even voor mezelf dingen kan doen. Dus ja, daar ga ik nu even heen. Zo, ik zit bij mijn omaatje thuis. Dit wordt wel trouwens een kort vlogje, want aangezien ik het super druk heb met school en zo, dacht ik, doe even een kort vlogje. Dus het wordt vandaag, dus vrijdag. En morgen, want morgen ga ik werken en heb ik, ga ik mijn nagels doen. En het 21 diner van Julia, dus dat wordt super leuk. Dus even wat anders. En dus wordt het, ja, heel kort. Sorry. Maar ja, ik heb gewoon even geen tijd. Ik heb trouwens wel een kleedje om. Want het is niet koud, maar het is ook niet warm. Plus, ja, ik heb het gewoon de laatste tijd snel koud. Dus toen dacht ik, nu een kleedje om. Ik heb net gegeten. Nou, lekker kort weer allemaal dit. Het slaat weer helemaal nergens op. Maar ik zie jullie zo wel weer. Yo, het is 12:30 en ik zit met een theetje. En mijn les gaat zo beginnen. Financial skills. De naam zegt het al. Het wordt moeilijk. Dus, superleuk. Dat ga ik maar nu even doen dan. Oké, ik heb dus les en ik heb dus herhaling voor vorige week, maar ik snap er geen reet van. Echt, ik snap ook echt, nou ja, maakt niet uit. Maar ik moet hier dus een verslag over maken en dingen allemaal uitrekenen, maar echt geen idee. Ik ga even snel filmen, want ik heb nog steeds les en dit is mijn eten. Dus ik heb alles, dus een hele mooie setting hier allemaal, hoe wat. Maar goed. Oké. Het is nu 5:30 en ik ga dus nu even mijn eten ophalen. Even een stukje lopen, want de hele dag thuis zitten we ook een beetje gaar van. Ja, ik loop nu over straat. Ik ga mijn eten halen, maar ik dacht echt dat het lekker weer zou zijn. Maar dat is niet. Ik heb mijn eten opgehaald. Jullie gaan zo lekker zien wat het is. Ik heb er zo zin in. Zo, jullie denken waarschijnlijk iets slechts, maar dat is niet hoor. En nu schijnt het zonnetje wel, dat is wel lekker. Ja. Het is een kipsalade. Oh, het is zo lekker. Nou, ik ga even eten. Nou, ik wilde eigenlijk de vlog afsluiten. Maar zoals je ziet sta ik niet bij mijn huis, maar sta ik bij de benzinestation. Want mijn benzine ging piep knipperen. Dus ik moest wel even benzine tanken. Ja. Nee. Ja, dus dat ga ik nu even doen. En dan zie ik denk jullie morgen weer. Dan ga ik nu even soort van de vlog voor een deel afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer, want dan moet ik werken. Yo, altijd al willen weten hoe ik eruit zie. Ja, maar 6:30 morgens. Nou, zo. Ik ga lekker werken. Yo. Maar ik heb dus pauze met deze chimies. Mag er een filtje over mijn hoofd heen? Zo, kuk. Ik ben echt gewoon heel ander mensen dan jou. Dit is fantastisch. Pak even je fame. Is een mondigheid. Ja, laat maar. Kunnen we het niet gewoon vanavond doen? Als je er beter uitziet. Ja, dan. Oh, dan noemen we de transformatie. Voor en achter. Ja. Oké, nou, wij zijn weer klaar met werk. En we zijn echt verrot. Maar wat gaan we doen, Fleur? De nagels. Yay! Straks laat ik wel zien wat ze horen. Heb je al een idee? Nee, ik heb nog geen idee. Glitters? Rood? Glitter. Ik denk glitter. Helemaal glitter? Ja, maar misschien is het straks wel heel andere kleur. Dus. Goud? Misschien wel. Ja. Goud, zilver, roze, nee. Paars, groen, blauw. Ja. Oké, jongens, het is deze kleur geworden. Zo, lekker wazig. We hebben onze nagels gedaan. Dit is het geworden. En Fleur heeft blauw. Heftig. Maar wel leuk. Echt zo'n Fleur. En ik heb paroemoe.
bleek scheet. Nee, ik kom net onder de douche vandaan en ik ga nu even mijn haar doen en de rest allemaal. Oké, het haar is soort van gedaan. Waarschijnlijk gaat het toch zo weer uit, want ik ga op de fiets. Dus dan is fixatie lekker weg. Maar nu gaan we dus make-up hier op doen. Helemaal vol plamuren, want ik ben lekker rood van het werk. Dus dat ga ik nu doen. Zitten we dan op het diner van Julia? Maar goed, het is wel heel lekker al, hè joh? Zeker. Oh ja. Gelukkig. Julia weet hier niks van. Maar wij zijn dus aan het wachten op het hart. Want we hebben gedraaid aan de shortjesrad. Aan het shortjesrad. Dus, als verrassing. Ja. Dus we zijn nu aan het wachten en dan kom je straks op mijn vuurwerk. Dit is Romy 's avonds. En 's morgens zag ik jullie hier nog wel zien. Ja! Mijn kamer is gewoon niet zo. Is niet zo mooi. Het is ook niet best licht. Maar in ieder geval, ik ben nu thuis. En dat keihard gegoten, maar ik had een capuchon, dus dat scheelt. Het was super leuk bij jullie. Zo lekker gegeten ook. Ja, ik wil de vlog eigenlijk afsluiten. En dan wil ik jullie allemaal zeggen: bedankt voor het kijken. Ik vond het dus super leuk. En ik hoop jullie ook. En het was wel op zich wel een erg gezellige vlog. Dus ja, vergeet allemaal niet te liken, abonneren, weet ik het allemaal. Doe wat je leuk vindt. En dan zie ik jullie wel weer de volgende keer. Tjus!